Veel van jullie vragen altijd aan mij of ik de Dark Matter camo heb geonlocked. Nee, dat heb ik niet. Maar vandaag ga ik met deze camo spelen, oftewel de Gem camo. En ik vind dat deze best wel lijkt op Dark Matter. Dus vandaag ga ik spelen met het gevoel dat ik Dark Matter heb. Dus laten we een potje gaan zoeken en kijken of we met deze Dark Matter M8-7 iets kunnen gaan doen. Alright, kill confirm op Nuketown is redelijk oké voor de M8. Natuurlijk met de neppe Dark Matter camo. Hij lijkt er een beetje op, vind ik. Hij lijkt ook weer niet heel erg. Maar als je snel kijkt, dan... dan lijkt hij er wel op. Dus, we gaan kijken of we een chillpotje met deze M8 kunnen gaan neerzetten. Dankzij Spooky Games, oftewel Nick, heb ik een tip gekregen. Oh, sexy kill met de auto daar zo. Dat wanneer jij Rapid Fire op jouw wapen zet, je meer hitmarkers krijgt. Dus ik heb Rapid Fire van mijn M8 afgehaald. En die vervangen voor Fast Mag, waardoor ik sneller kan reloaden in gunfights. En dat doe ik nu ook. Let's go. Ik heb mijn UAV binnen. In ieder geval, maar een tipje voor jullie dus ook. Dankzij Nick weet ik dit. Dankzij mij weten jullie dit ook weer. De spunnel met de M8 met Rapid Fire. Je haalt eraf, want het zorgt voor meer hitmarkers. Ah, kut. Hij staat bij Red Card te campen. Kom op, teammates. You can do this. Ik heb de UAV, de Lightning Strike en de Raid aanstaan. Hopelijk kunnen die even halen. Ja, dat dacht ik al. Dan kan je altijd proberen doorheen te knallen. Wie weet lukt het je, dan heb je geluk, dan heb je een kill erbij. Mislukt het je, ja, dan heb je pech. Let's go. Nice teammates, kom op. Kut, ik kan echt geen granaat gooien. Ik moet echt een cursus, jongens. Zet hem op mijn cursus granaat gooien, alsjeblieft. Help Chester met de granaat gooien. Wat doet die sentry gun daar? Sentry gun, dan moet je hem wel pakken, ouwe. Oh, nee, wacht. Daar kan hij natuurlijk niet bij. Ah, GG. GG. Kutjes, man. We gaan slecht. Eerst een potje van de dag. Ik moet snel een video opnemen. Fucking hell. Bro, teammate. Die staat echt gewoon in mijn fucking aim. Oh, dat was zo doodhinderlijk als teammates dat doen, hè. Oh, get off your head, glitch. Dat bedoel ik dus. De M8 is echt serieus, zoals ik al zei. Het chillste wapen om iemand van een head glitch af te halen of iets. Dan ga ik dood door een auto die ontploft. Fucking G. Kom op. Teammate! What the fuck? Waarom moet je fucking bij me gaan staan? Tering, dat is echt zo bloedirritant aan zulke mensen. Nice, kom maar. Kut, ik ben ge-EMP'd. Nice. Kom op, jongens. Sta even hier te campen hoor, want ik wil eventjes mijn leiding halen. Oh shit. Holy shit, hoe heb hij mij nog niet gezien? Teammates? Ik heb het recht, ouwe. Gewoon even easy spelen en houden zo je striekjes. Oké, ik ga mijn leiding even gooien. Even hem killen, let's go. Dan ga ik hem nu gooien. 1, 2, 3. Nice, dubbel kill. In mijn rug. Concentrators real. Oh shit. Let's go, camera raid. Let's go. Zo zie je maar even rustig spelen. Hou je zo je streakjes binnen. Op Nuketown is de raid best wel OP. Ik hoop dat hij dat even laat zien in deze video. Kom op. Raid. Laat zien wat je kan. Friendly
Kom op, raid kills, jongen. Oh, dan ga ik dood. Shit. 29-9 staan we op dit moment. Best wel nice, best wel nice. Raid, kom op. Ik heb veel moeite voor je gedaan, ja. Kill nou ook iets. Jij motherfucker. Ah, dan ga ik dood. GG. Oh ja, kijk, dit bedoel ik, jongens. Ja, voor zet ik de raid altijd aan op Nuketown. Because it's pro. Dan komen ze allemaal op 3-2-1. Wordt getagd. Oh, gaat de granaat raak? Nee, nevermind. Kijk, ik ga jullie nu snel een sportje laten zien als ik niet gekild word. Kijk, als je... Laat maar, nevermind. Als je op dat Nuketown bord gaat staan, dan kan je, als je op dat bord staat, kan je mensen in dat raampje killen door één vieze headwitch. Oké, let op. Nou, oké, ze zitten er niet meer. Als ze er zitten, kan je dat doen dus. Spannend aan deze kant. Het is logisch dat ze daar niet meer zitten. En zo'n UAV'tje. Maakt niet zo heel veel uit. Teammate! Wat voor mogol ben je? Even serieus, ouwe. What the fuck doe je? Nice. In mijn rug. Ja. Oké, we gaan opeens echt fucking slecht. Gewoon alleen nog maar dood, maar mijn team is het deels verneuken, want die ene gozer net, die liet me gewoon doodgaan. Maar ja. Dat is wel meer dan. En misschien wat lightning. Snel weg hier. De M8 kan je niet meer hipfire. Dat zie je nu ook weer. De M8 is te slecht om te hipfiren. Dan moet je eigenlijk gewoon steeds maar ingezoomd staan. Waarom? Don't ask me. Fuck! Oh, ik hoorde hem aankomen lopen. Die motherfucker. En dan zit ze daar te campen. Oh, wat ben jij een trieste faggot, zeg. Ah, dat is wel een teammate, even wel. Nice teammate. I like you. Komt ie. Ja, Astro kan wel meewerken. Oh shit. Ah ja, ze hadden een dart. Ze hadden een dart. Vandaar dat ik hit was. Ik dacht al. Nice, mooie dubbelkill. Granaten achter. Kom maar. Oh, flak jacket, shit. En de enemies hebben... Hoe komt hij naar talen? Nou, dan zit je sowieso zit hij echt dood uit de camp, want ik ben die gozer nog nooit ergens tegengekomen, maar goed. Strijden voor de win nu. Let's go, we hebben gewonnen. 50-20 is ons eindscore. Het is Nuketown, dus vandaar dat het niet echt heel erg op potje is natuurlijk. Want Nuketown ga je gewoon dood, vaak dood. Ja. Dit was mijn Dark Matter M8. Want hij is helemaal geen Dark Matter, maar vandaar. Ik heb geen Dark Matter, jongens. Dus ik ga er wel voor spelen, maar eerst even level 1000 worden. Waar ik echt wel goed op weg ben. Level 621 op dit moment. Bedankt voor kijken in deze video. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video. Namelijk de DLC Maps. Dus... Tot morgen, jongens. Doei.